Je komt vanavond de total lockdown om 12 uur. Daarna zijn alleen de winkels nog open met voedingsmiddelen en eerste levensbehoeften. Dan zijn alle gewone winkels dicht. Dat is een beetje de reden dat iedereen nou een beetje aan het hamsteren is en paniek inkopen aan het doen is. Bij de banken en overal, bij de pinautomaat, noem het maar op, staan ze. En wij hebben zo'n vermoeden dat dat gewoon open blijft. Onderweg naar het vliegveld. We zijn ruim op tijd, dus auto even inleveren en dan gaan we kijken wanneer we in kunnen checken. Wij denken een probleem te hebben, maar ik denk dat er hier in de townships grotere problemen zullen gaan ontstaan. Er staan rijen mensen te wachten tot de incheckbalies open gaan. Als we kijken bij de gates zien we dat er weinig te doen is. De drukte op de luchthaven is vooral omdat hier iedereen op tijd wil zijn. Your attention please. In the event of you not having a reservation or flight ticket, please return to your place of residence or temporary residence. Given that the airport and its surroundings will be locked down tonight. Thank you for your cooperation and understanding. One of the bags, but the bags you must wait to have here. Daar hebben ze. Twee zitplekjes. Oh, opgelucht. Nou, dan kunnen we door de douane. En een beetje relaxen. Dit is de laatste vlucht voor de shutdown vanuit Kaapstad.